Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video en je vraagt je waarschijnlijk af, Mattia, waarom heb je zo'n gekke muts op en ben je verder kaal? Nou, ik heb mijn haar dus gisteren laten verven en ik heb niet echt een goede intro gemaakt van die video. Dus dat dacht ik doe dat nu gewoon eventjes. Dus welkom bij een nieuwe video. Geef het alvast een duim omhoog als je deze look al fantastisch vindt. Ja, nee, dat is het niet. Dus doe maar niet alvast een like geven. Maar mag wel. Ja, ik had een soort van weddenschap. Of zo. Ik was aan het streamen afgelopen vrijdag. En Remco kwam in de stream die zegt, als je vandaag 100 subgifts krijgt, dan gaat je haar zilver. Ik zei, nou, dat weet ik nog niet hoor. Ik vind dat best wel heftig. Toen zei iemand in de chat, ik weet niet meer wie, die zei, jawel, want Nikki vindt het ook echt mooi. Dus, nou ja, ik zei, oké, weet je wat? Let's do it. Dus, ik had niet echt verwacht dat er 100 subs bij komen. Ik heb namelijk maar, ik had op dat moment 220 subs, denk ik. Dus 100 subs erbij is gewoon de helft zoveel erbij. Dus, soort van dan, hè? Nou ja, dat ging eigenlijk heel snel. Heel veel mensen deden mee aan die subgifts en subs zelf. En oh mijn god, dat ging echt veel te snel. Dus ik maak een afspraak. En ik vraag, wat gaat het kosten aan het eind van de afspraak? En ze had verteld van ja, behandelingen erbij, om mijn haar healthy te houden en zo. €170. Nou waren jullie zo super, super generous. En hebben jullie €170 met z'n allen samen naar mij overgemaakt. Waardoor ik echt geen weg terug had. En vandaag, of ja, gisteren is de dag dat ik mijn haar zilver ging verven. Have fun watching. Het licht wordt. Ik heb wel plaatjes opgezocht. Wil je die zien? Ja, dat kan. Alleen plaatjes zitten natuurlijk altijd weer filters en zo. Ja, tuurlijk. Maar daar kan ik wel doorheen kijken. Maar dan weet je een beetje naar hoe licht. We moeten echt ontkleuren. Maar je wil het ook wel echt aan met je haar. Want die punten zijn natuurlijk wel echt. Ja, ja, nee, nee, dat is niet erg. Als in, dat is wel erg dat ze zo droog zijn, maar. Nee, daarom was ook mijn haar al verpest. Dus toen dacht ik, ja, weet je, het maakt ook niet zo heel veel meer uit. Als het nou als ik nou volgende week denk, nee, het kan echt niet. Dan laat ik het gewoon knippen. Ja. Maar een beetje deze kleur. Zo licht. Oké, en die aanzet wil je ook wel gewoon licht hebben. Helemaal licht. Ja, ik denk dat het helemaal licht moet. Ja, kijk, zo, ja. Het is zilver, toch? Ja, want dit is meer grijs. Dan moeten we eerst echt gaan blonderen, dat je zo wit als de muur bent. Ja. Ja, of we hem echt zilver gaan krijgen, dat ligt er een beetje aan. Ja. Kijk, als je heel veel warmte in je haar houdt, dan moet hij misschien toch wel even iets grijzer. Ah, ja. Want we moeten wel zorgen dat hij niet geel blijft in ieder geval. Dan maak ik hem liever ietsjes grijzer. Ja. Probeer hem gewoon zo wit mogelijk te houden. Ja. Maar ja, we moeten wel gewoon kijken, want dit is natuurlijk best wel geel vergeleken met die plaatjes die jij hebt. Mm-hmm. Zelfs mijn haarkleur is dan ook heel geel. Maar ja, ik wilde dat warm blond. Ja. En dat is bij jou inderdaad ook gewoon heel mooi zo. Ja. Ik denk dat we gewoon eerst gaan beginnen met dit stuk inzetten. En die onderste punten die komen later. Later, dan. Ja. Want dit gaat echt gewoon. Hier ben ik een beetje bang. Maar je ziet het ook, hè? Ja. Ik weet het. Dus dat moeten we gewoon even wel rustig aan gaan doen. En ook die fiberplex en dan die treat me erachteraan. Ja. Dat je echt wel een beetje gezond haar houdt. Ja. Dat is wel belangrijk, denk ik. Ja. Ja, vandaag doen we het gewoon. En dan zien we het wel. Mocht het nou echt niks worden, dan ga ik het volgende week gewoon een stukje korter knippen. Ja, we gaan gewoon kijken. Maar voor nu laat ik het gewoon zo en dan zien we wel. Nee, is goed. Ja, ja, weet je, mocht het straks echt de piekjes, laten we zeggen, echt eronder aan hangen, kunnen we altijd straks nog even een puntje knippen. Maar daar is maar net goed eruit komen. Kijk, als het er gewoon al mee valt, dan is het goed. Ja. Maar mocht het echt moeten, dan kunnen we altijd nog zeggen dat we het eventjes doen. Maar in principe ja. Je hebt al best wel lang genomen. Ik heb het alleen niet gewassen, want ik dacht dat het zeer. Mm-hmm. Dus, helemaal goed. Ik stond gisteren onder de douche en denk, oh nee, niet wassen. Nee, helemaal goed. Ik ga even de tijd onder zetten, want hij moet echt wel langer onder zitten. Okay. Dan gaan we eerst helemaal die aanzet, dit donkere gedeelte helemaal opzetten. Ja. En dat moet dan even inwerken en dan moeten we gewoon kijken van dat het andere klaar is. Ja. Goed. Ja, is helemaal goed. Kom zo bij. Oké, ik zit nu dus bij de kapper in Druten bij La Vie. De kapster is Maxime, die doet al jaren mijn haren. Eigenlijk mag niemand anders aan mijn haar komen.
Ja, ik heb dus dode puntjes, dat wist ik al. Alleen, ik wil mijn haar niet knippen. Ja, dat durf ik niet. Niet en verven en knippen, dat kan in mijn hoofd niet. Dus vandaag gaan we gewoon verven. Zilver. Ja. Ik hou mijn hart echt vast. Ik ga hier heel lang zitten. Ik denk dat het al 6 uur gaat duren. Dus, het is nu 10 uur. Kijk hoe laat ik hier wegloop. Oh my baby, got me staring at you. So I'm crazy, watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to flap with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. J-walk. Oké, ik lijk op het moment wel de vrijheid speelt. We hebben nu de ontkleuring erin gezet, dus mijn hele haar gaat ontkleuren. De punten waren al licht, dus die doen we wat later, anders breken ze af, denk ik. Ja, die watjes zitten erin, zodat er wat lucht tussen komt, waardoor de ontkleuren beter gaat. Ja, omdat het een beetje zuurstof nodig heeft, gaat het sneller, geloof ik. Dus ik zie eruit als een vrijheidsbeeld nu. Even check-up tussendoor. Ik zit er nu een uurtje in. En het mag nog een uurtje. Het begint al een beetje op te lichten. Als je, ik weet niet, ja, je ziet het al een beetje. Ik word hier al een beetje M&M. Ja. Het moet nog een uurtje. Dat het echt helemaal ontkleurd is. Dus dat alle kleur uit mijn haar is. En over een uur, dan gaat hij nog een uurtje gaan laten zitten zo. Alleen hoe die nu al zit. En dan doen we de punten erbij. En dan nog een uur. Dus dan zit het bijna 3 uur ontkleuring in mijn haar. Rip haar. Het is eventjes later. Ik heb een bestelling gedaan bij ASOS. Ik had allemaal nieuwe kleren in mijn hoofd zitten wat ik wilde hebben. Maar zo duur. Dus ik heb een beetje gezocht op sale. En nu heb ik mijn take-out laten worden. Dus ik weet niet of die nog wat kleur afgeeft. Maar we gaan voor de groene peesje doen vandaag. Ja, maar wachten. Dat is het. Ik moet eigenlijk een hele hoop doen voor mailtjes en zo. Maar het is nooit zo chill op mijn telefoon. Ik heb vooral heel veel zin om op Instagram te zitten. Dus ik zit een beetje Instagram stories te doen. Vragen te beantwoorden. Vind je hartstikke leuk. Ja, en het lijkt blauw, maar het wordt wit. Hij doet het. Maxime zegt dat hij het doet, dus ik vertrouw op Maxime. Oké, dus nu moeten de puntjes erin, toch? Ja. En dan nog een uurtje. Ja. Oké. Oké, daar gaan we jongens. Ik hou mijn hart vast. Ik neem mijn camera mee, goed? Ja. Mm-hmm. Ja? Ja? Ja, ga maar zitten. Oké. Ja, ik zag dat het al een beetje aan het druppelen was. Ja, druppelen was. Dat ze zo dik in zit natuurlijk. Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Dit licht is trouwens groen, jongens, dus schrik niet. Ik heb niet groen haar daar. Oh, nu is het blauw. Nou, ja. Nu is hij uit. Moet ik me aanzetten? Ja, maakt niet uit. Vind jij leuk, vriend? Ja, het is wel mooier. Oh, nou moeten al die watten eruit. Oh, het ziet er lekker uit. Oh, dat voelt lekker, joh. Wat is een verlossing. Volgens mij zit het er al 4 uur in. Ja. Oké, ik zal het jullie doos laten zien als alles eruit is. Hij heeft wel veel haar zo. Je hebt ook wel veel haar zo. Oh, dat voelt goed. Oké, ik kom bij jullie terug als het uitgespoeld is. Oh.
mijn god. Ik voel me net M&M. Oh, volgens mij heb ik nog nooit zo licht gehad, joh. Nee, dat denk ik ook niet. Want de vorige keer dat ik het ontkleurde was het best wel geel. Ja. Lijkt me, zo, als je zo van voren kijkt, lijkt me kaal. Staat nog niet eens zo heel gek. Oh, wauw. Lekker shoppen. Barbie. Ja, zo zie je er wel een beetje uit naar, hè? Zijn er mensen die dit gewoon dit als kleur willen? Nee. Niet in Druten? Nee, ja, wij zeggen altijd wel dat er hier vaak een fiets overheen gaat. Ja. Oké. Het is nu ontkleurd en we doen er nu een extra masker in. Treat Me heet dat. En daardoor, Stef, dan wordt het haar iets beter verzorgd. Want het is natuurlijk echt wel een aanslag op je haar, dat blonderen. Maar dit is wel echt grappig. Volgens mij ben ik nog nooit zo licht geweest in mijn leven. So I'm crazy. Ontkleurd haar. Nu gaat er Cool Ice in, hè? Ja. De kleur Cool Ice gaat erin en dat gaat het zilver maken. Je ziet dat het nog een beetje hier en daar lichtelijk geel is. Dat zie je straks niet meer. Hopen we. Nee, dat zal wel goed komen. Dus Maxime gaat er Cool Ice in smeren. Het ziet er ook uit als ijs. Ja. Als, hoe heet dat? Soft ijs. Zo wit, mijn camera kan het niet eens pakken. Deze. Ja. De verf zit er nu helemaal in. Hoe lang moet die zitten, Maxime? Half uurtje. Half uurtje. Dus er zit Cool Ice in met 5cc lila. Dus een klein beetje lila om het wat kleur te geven. Ik ben benieuwd of het paars is dadelijk. Nee, dat zal wel niet. Nou, dit moet dus een half uurtje zitten. Dus ik ga me weer vervelen. We gaan voor de tweede keer uitspoelen. Yes. Oh, wat zit ik al? Daar gaan we. Oh ja, het ziet er inderdaad heel zilver uit. Ja, hè? Ja, net een visje. Oh, de schubben van een vis. Ja, die kleur. Got me staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. We komen hier nog wat maskers in om mijn haar nog steeds wat extra te verzorgen. En dan wassen we dat er nog uit. En dan kunnen we zien het eindresultaat als het dadelijk gedroogd is. Dit is in principe de kleur die het is. Maar ja, nat ziet er toch altijd anders uit dan droog. Down for a ride, I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, flip locking, but you, I know it, you know it, we make it. Oké, het zit erop, jongens. Het zit erin. En ik moet eerlijk gezegd echt heel erg wennen. Het is natuurlijk een beetje een vertekend beeld door dit neplicht. Het is geen natuurlijk licht, maar we zijn zilver haar. Ik heb echt het gevoel van let it go, let it go. Ja, ik vind het wel mooi. Ik ga Maxime even vragen of ze de achterkant filmt. Oké, nu komt het ergste, jongens. Afrekenen. Ja, jongens, als jullie nog eens een idee hebben. Dit is overigens opgenomen met mijn camera. Webcam, dus de kwaliteit is een beetje anders dan de rest van het filmpje. Maar goed, het resultaat, dit is het eindresultaat. En
Ik moet er zo erg aan wennen. Het is gewoon ja, zo gek om ineens zilver haar te hebben. Ik werd vanochtend wakker, ik keek in de spiegel. Ik schrok me een ongeluk. Het is echt niet normaal. Kan ik zeggen of ik het mooi vind? Nog niet helemaal. Ik moet er gewoon echt even aan wennen. Ik denk dat ik het wel mooi vind. Nicky zei hetzelfde. Ik kon aan zijn ogen zien dat hij het niet mooi vond. En hij zei dat hij moest wennen en dat hij gewoon even moest wennen en dan wel weer mooi vindt. Maar ja, ik weet het nog niet. We gaan het zien. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor deze gekke content die ik weer kan maken. Dankzij jullie. Ik hou jullie een beetje up-to-date wat ik ervan vind. En geef zeker nu een dikke like voor dit haar. En laat me in de comments weten wat je ervan vindt. Dat zou ik super leuk vinden. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!